Nederland heeft een eeuwenlange traditie op het gebied van waterwerken. Of nou gaat het om de aanleg van dammen en dijken. Jezus, wat waait het? Baggeren of andersoortigs. In die branche zijn over de hele wereld Nederlanders terug te vinden. Hè? Waar een klein land groot in kan zijn. Binnen die waterbouwkunde vormt het onderwaterwerken een vak apart. En dan moet je denken aan inspectie en reparatie van die duizenden kilometers aan pijpleidingen en kabels die er op de zeebodem ligt. Maar ook aan het onderwater storten van beton, dat kan ja. Onderhoud van tunnelbuizen. En in dat soort werkzaamheden is een Brabants bedrijf helemaal gespecialiseerd. TCN Diving in Bergen op Zoom. Carlo Vriens, als ik zo kijk naar die imposante apparatuur hier op het buitenterrein, dan geloof ik niet dat jullie vaak worden gebeld door particulieren voor een eenvoudig duikklusje. Nee. We zijn een aannemer van onderwaterwerk. En wat we voornamelijk doen is werkzaamheden onder water. En dat wil zeggen inshore in bouwkuipen voor de bouw van tunnels, fundaties van parkeergarages. Maar ook offshore, dus aardoliemaatschappijen. Pijpleidingen en zo. Pijpleidingen, structures die onder water onderhouden of gerepareerd of opnieuw aangesloten moeten worden. Okay. En waar in de wereld werken jullie dan zo allemaal? De recente projecten waren Korea, Thailand, Nigeria. In Nigeria hebben we onlangs ook een redding gedaan van een kok die gezonken was. Ik heb gezien op YouTube, hè? Die zat er 63 uur onder water en jullie hebben hem gered. Oké, so have you come into the next deck? Onto the main deck. And also the main deck level now. All right, so you should be walking on the ceiling, yeah? Yeah. Okay. What's that? Oh, okay. Shit, that's horrible. All right, you found one, yeah? There's something alive. He's alive. He's alive. Okay, keep him there. All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Die zat opgesloten in een zeesleepboot en heeft zich daar in leven gehouden met wat blikjes limonade. En uiteindelijk kwamen wij daar te plaatsen en hebben hem gered. En toen hadden jullie zoiets bij je. Dit is een duikklok, hè? Die wordt gewoon zo vanaf een boot naar beneden gelaten op de zeebodem. Ja. Hier zitten de duikers in. Ja. En hier is ook die Nigeriaan van onder gered, hè? Dat klopt. Dus de duikers die gaan met de duikklok naar beneden. Ja. Op de diepte aangekomen openen ze de deur. Ja. En vervolgens duiken ze vanuit de duikklok, doen hun werk en komen terug. Zo hebben ze ook de kok gered. Dus de kok in het schip hebben ze de duikapparatuur omgedaan. Hebben ze meegenomen naar de duikklok, de deuren dicht. En naar boven gebracht naar het verblijf boven aan boord van het schip. Maar als de duikers klaar zijn, dan gaan ze weer naar boven. Maar dan kunnen ze niet zomaar uitstappen vanwege het drukverschil. Ja. En dan moeten ze eerst naar een decompressietank. Dat klopt. Decompressie wil zeggen langzaam van druk af. Dus de duikklok komt omhoog. En onder dezelfde druk, zoals waar ze vandaan komen of werken, stappen ze over. En daar verblijven ze, slapen ze, eten ze. En die ruimte heb je hier ook staan? Die staat hierachter. Kijken. Dit is dus het rustverblijf voor de duikers, begrijp ik? Ja, uiteindelijk komt de duikklok boven water, wordt op deze kamer gekoppeld en hier verblijven de mensen in. Dus, hoe lang? Een paar dagen? Maximaal houden we eigenlijk 30 dagen aan. 30 dagen? Ja, stel dat je op 100 meter diep zit en je zou er echt in één keer uit willen, dat duurt dan gemiddeld een dag of 4. Pardon. Dus eerder kan je er niet uit. En er zitten 2 man, 4 man hier dus op een klutje. Je doet ze alles, slapen, eten, hun behoeften. Ja, ieder zijn bed, de wc staat het midden. Het eten wordt door die kleine sluis ingebracht. Ongelooflijk zeg. Die duikoperaties worden boven op het schip allemaal gecoördineerd en in de gaten gehouden. Het kan dus gebeuren dat er beneden 1 duiker bezig is en boven 30 mensen aan de knoppen zitten. En al die apparatuur wordt door DCN zelf ontwikkeld. Bijna niet te geloven. Dit bijvoorbeeld is een testbuis, zeg maar. En hier kunnen duikers leren om onder druk te lassen. Laatst zijn hier Russische duikers geweest, want die moesten die gasleiding bij Sochi aanleggen. Hebben ze hier geoefend. Brabants bedrijf, dat is toch ongelooflijk fascinerend.